Ja, in lang vervlogen tijden, als je een dame ging verleiden, schreef je een brief met ganzenveren, waarmee je haar ging inviteren voor een dinertje of soupeetje bij jou thuis. Stel dat zij dat wel waardeerde, de invitatie accepteerde, dan maakte je een vijftal gangen, zong je lyrische gezangen über das schöne kleine Mädchen bij het fornuis. Was dan de avond aangebroken, werden de flessen aangesproken, begon je Nijhoff te citeren en vol trots te etaleren, tot zij dacht die heeft geletterdheid in huis. Keek je haar dan in de ogen, werd je nader toegezogen. Je zei iets liefs over haar oren, wat je dus las bij literatoren. En je voelde toen iets gloeien in je kruis. Je begon haar zacht te strelen, maar dat ging al snel vervelen. Je wou haar zo graag ontkleden en het liefst met rassen schreden. Maar het was 1950, handen thuis. Men had de poëzie toen ter tijd in de genen. Ze was nog niet uit het leven verdwenen. Men koos zorgvuldig alle woorden, comme il faut, zoals het hoorde. Er klonk vaak een serenade onderaan de balustrade. En om nog maar eens wat te noemen, stuur je wekelijks een bos bloemen. Want men had nog etiketten, hanteerde codes, regels, wetten. Van wat de kerk en de staat en de goede gemeente zei. Maar die tijd die is voorbij. Wil je met een meid gaan daten? Laat je dat heel duidelijk weten. Door per gsm te klessen. Korte woordjes sms'en van I see you smiley. Kruisje, kruisje, kruis. Stand die morgen aangebroken. Ga je niet voor haar staan koken. Kom met je wagen voorgereden, zoals ze dat al jaren deden. Net als in die soaps en die series op de buis. S'avonds ga je dan dineren in te duur betaalde kleren. Uiteraard ga je dan wokken, want je hebt nog niks te dokken. Maar wel honger, nou dan schrans je en je buist. Daarna zit je in de wagen, begint ze je uit te dagen. Zeg ik wil nu met je vrijen. En je neemt er bij de dijen. En wat daarop volgt, dat is bepaald niet kuis. En dan ben je thuis gekomen, ontwaak je lief plots uit haar dromen. En dan kijkt ze in je ogen en zegt ik word voorgelogen. Je hebt gewoon weer zitten vozen buiten huis. De poëzie nu slechts tussen de benen. Ze is al nu uit het straatbeeld verdwenen. Zo kiest men grofgebekte woorden, het vocabulaire van een gestoorde. Ga relaties op de klippen door het buitenechtelijk wippen. Mensen zonder te generen en ontdaan van alle kleren. Urenlang te internetten voor een webcam naakt te chatten. Los van God en gebod, want in deze maatschappij is men de schaamte lang voorbij. En de poëzie, die is fini, of toch niet?